Bewolkt en heel rustig weer is het op dit moment. Ja, eigenlijk ideaal carnavalsweer. En dat is eigenlijk het weer wat we ook willen hebben tijdens die Leutdagen. En op de een of andere manier kun je dat afsmeken. Dan moet je naar de heilige Clara gaan. En haar beeltenis staat hier in de tuin van Meerseldreef. En diverse leutvorsten gaan hier nu op weg naar het beeld van de heilige Clara met worsten om goed weer af te smeken met carnaval 2011. Wij gaan mee. Clara, geef ons nu de zegen, want carnaval moet zonder regen. Clara, geef ons nu de zegen, dan nemen wij het. Eens per jaar, dan gaat bij ons het hele protocol. In de beurs der Meerseldreef, van niets is ons te dol. Hier sta ik dan, o Clara, aan mij de grote eer, ja, om u een gunst te vragen, zodat we dit jaar niet over slecht weer hoeven klagen. Met mijn gouden worst maak ik u bijzonder blij. Pater Arnold, waar komt nou die traditie vandaan om te bidden voor goed weer aan de heilige Clara? Eigenlijk heeft dat zijn oorsprong bij mensen die daarin een steun en een sterkte zagen voor hun leven. En omdat de naam al zinspeelt op klaar en helder, hebben ze de heilige Clara gekozen. Ja, en waarom worden er nu allemaal worsten aangeboden? Waarvoor is dat? Ja, op andere plaatsen geven ze om helder en mooi weer te hebben eieren. Maar hier in de streek is het de gewoonte van worsten te geven. Wat daar dan de eigenlijke reden en achtergrond van is, dat kan ik nu direct niet zeggen. In ieder geval, de worsten die wij gekregen hebben, zullen een goede bestemming krijgen. Dank u wel. En helpt het ook? Ja, het helpt. Zeker en vast.